je eigenlijk vanuit de werf. Hè? We hebben op de werf hebben we een projectgroep voor kinderen die eigenlijk naast hun gewone werk meer aan kunnen. En dan komen we elke week bij elkaar en dan doen we allerlei projecten. En nu hebben we contact gezocht met het Experium, met Saskia. En we hebben met haar een gesprek gehad van nou, wat zouden we dan met deze groep, het zijn 13 kinderen, kunnen doen. Nou, en toen had zij een idee en wij ook. Alleen, ja, ik ken dus dat hele materiaal niet. Dus ik ben met mijn collega Anne, zijn we hier vorige week geweest. Ik kom nu, dus ik ben het echt aan het uitproberen allemaal. En waar ben je nu mee bezig? Ja, met dit. Het lijkt op Lego. Education Spike. En heb je al een idee wat Lego Education Spike kan? Een beetje. Ik heb net trouwens ook nog uitleg gekregen. Echt, het is gewoon echt geweldig. Als je hier als leerkracht naartoe gaat, je wordt echt heel goed begeleid. Je krijgt heel veel uitleg. Ja, kinderen kunnen echt leren ontwerpen en dat wordt echt heel erg gestructureerd aangeboden hier. En ze kunnen dus van alles bouwen. Nou ja, de basis is dan het handigst als dat een klein wagentje is. Daar ben ik dus nu mee bezig. En dat kun je dan natuurlijk nog verder opbouwen met gewone Lego stukjes. En hoe weet je nou wat je moet doen? Ja, dat staat... Hele goede vraag. Even kijken, hier heb je dan de software die erbij hoort. En dan, ik ben dus met een bouwplan bezig. Dan ben ik bij stapje 7. En je kunt dus, ik ben dus nu rijbasis 1. Dat is dan een basisautootje. Daar moet je 34 stappen voor zetten. Maar je hebt er ook van 74. En hier staan dus allerlei kant-en-klare bouwplannen. En dan heb ik al begrepen dat wij de kinderen de opdracht geven om zelf een bouwplan te maken. Dus dan zijn dit eigenlijk meer bronnen die je gebruikt. Een soort aanleiding, voorbeeld hoe het eruit kan zien. Dus eerst komt het Experium naar ons toe. En 4 keer. En daarna gaan we hier zeg maar de afsluitende presentatie doen. Dus dan gaan ze allemaal hun ontwerp laten zien. Ja. En jij gaat het begeleiden? Ja, ik word begeleid. Ik word dus nu eigenlijk begeleid door Saskia en iedereen die hier net kwam ook. En Saskia is er de eerste keer bij. En daarna gaan Anne en ik nog 3 keer met de kinderen doen. En dan de afsluitende bijeenkomst is dan hier. En wij begeleiden het inderdaad. Ja.